Paulus schrijft aan de christenen in Galatië dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3, vers 27. Paulus zegt dat jij je door de doop één hebt gemaakt met Christus. In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven en dat je met hem bent opgestaan als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby, kwetsbaar en naakt. Je hebt kleertjes nodig. Je hemelse Vader heeft hierin voorzien. En hoe? Paulus zegt dat je je mag bekleden met Christus. Dit is een andere manier om te omschrijven wie je bent in Christus. De Grootnieuwsvertaling vertaalt het vers van vandaag op deze manier. De doop heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. In twee andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dat zij de nieuwe mens moeten aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En aan de gemeente in Rome schrijft hij: omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerte in je opwekt. Romeinen 13, vers 14. Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. Nou, de nieuwe mens aantrekken is niets anders dan geloven dat God jou vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet en jou daarom rein en heilig verklaart. Het betekent ook dat je mag leren ontvangen wat je in Christus hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie in Christus te gaan denken en leven. Dan ga je meer en meer gelijkenis met hem vertonen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.